Goedemiddag. Hoe los je het onoplosbare probleem tussen Israël en de Palestijnen op? Nou, simpel. Kijk maar naar Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. De puzzelstukjes gemeente op Nederlands en Belgisch grondgebied is in beeld bij premier van Israël Benjamin Netanyahu. Volgens de Israëlische nieuwsite Times of Israel heeft Netanyahu zijn medewerkers gevraagd te kijken naar de ingewikkelde grensovereenkomsten bij Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. En die zouden dan als voorbeeld kunnen dienen voor de Joodse kolonisten in de Palestijnse gebieden in Israël. Want de grensregelingen in de Baarles zijn misschien wel de meest ingewikkelde ter wereld, al dus Times of Israel. Nou, in Baarle-Nassau is collega Marieke Boerenfijn. Ja, Marieke, als je het zo allemaal hoort, dan kunnen die twee kleine Baarles daar geschiedenis gaan schrijven. Dat zou bizar zijn, hè, als dat zo zou zijn. Wij kennen Baarle-Nassau, Baarle-Hertog natuurlijk al heel erg lang als de plek waar 30 enclaves kriskras door elkaar lopen. Nederlandse grenzen, Belgische grenzen, af en toe moet je hier gewoon zoeken. En toch is het allemaal heel goed geregeld met de twee dorpen. Vlaanderen en Nederland werken samen om er eigenlijk één dorp van te maken. Ze zouden zelfs Europese gemeente willen worden en eigenlijk boven het Vlaamse, boven het Nederlandse willen uitsteken. Nou, naast mij staat de burgemeester van Baarle-Nassau, dat is Vincent Braam. Hoe reageerde u toen u vanuit Israël bleek dat er belangstelling is? Toen ik de krant las, was mijn eerste verbazing er een van. Dit is wel een hele vroege 1 april grap. Een hele vroege 1 april grap. De lente valt vroeg, maar u gelooft het niet. Nou, laten we zeggen dat ik vind dat de problematiek van Israël-Palestina wel een hele andere is, gelukkig, maar dan van ons dorp. Dit is een mooi, braaf, lief dorp waar we gezellig met elkaar leven, waar van tijd tot tijd strubbelingen zijn. Waar we dan, laten we zeggen, een pragmatische oplossing voor vinden. En alle problemen die wij hebben zijn eigenlijk met een beetje goede wil in de middag wel op te lossen. Dus het is ook wel een beetje een belediging, laten we zeggen, voor de ernst van dat andere probleem. Waar slachtoffers vallen, waar mensen gedood worden. Terwijl we hier praten over een kleine gemeenschap die vredig met elkaar de wetgevingen koestert. Stel dat Israël contact zoekt met u, wat doet u dan? Dan sta ik natuurlijk op de eerste rij en natuurlijk zijn ze dan welkom. Maar ik acht de kans niet zo geweldig groot. Ja, de gemeente Baarle-Nassau en Baarle-Hertog die hebben allebei nog niks van Israël gehoord. Mocht dat zo zijn, was ook de reactie in België in Baarle-Hertog dat ze absoluut wel willen praten en het nette pak aantrekken om eventuele gezanten vanuit Israël hier in Nederland en België in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog te ontvangen. Nou ja, dat zijn de bestuurders, maar de inwoners van die puzzelstukjes gemeente Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, wat vinden die ervan? Die vinden het vooral een heel moeilijke vergelijking. Een beetje appels met peren vergelijken, hoor ik hier op straat. Want mensen zeggen, goh, Israël, het Midden-Oosten, de Westbank, heel erg ver weg. Heel ingewikkeld probleem. En wat we hier in Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, al jaren weten waar het zo goed gaat. Dat is voor ons eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Voor ons niks bijzonders, hè. We wonen hier, dus we zijn eraan gewend. Maar ja, het is toch wel apart. Of je op Belgisch grondgebied rondloopt of op Nederlands. En vooral in de zomermaanden als er veel toeristen zijn. Dan kun je echt merken dat ze daar heel erg naartoe kijken. En staan te springen. Nu sta ik op Nederland, nu sta ik op België. Wist u dat Israël belangstelling heeft getoond voor hoe het hier geregeld is? Dat heb ik vanmorgen gelezen, toevallig in de krant, ja. Wat dacht u? Ja, als het een voorbeeld kan zijn, laten ze het aanpakken. Hè? Dat is toch bizar? Ja, dat wel, ja. Zeker. Bizar is het. Marieke Boerenfijn in die bijzondere Brabantse gemeente. Dankjewel. En uiteraard ziet u hierover meer in onze uitzending van 6:30.